Nadat er in Brunsum een half jaar lang maar 2 wijkagenten actief waren, is de bezetting vanaf dit jaar weer op sterkte. 4 wijkagenten gaan Brunsum veiliger maken. Nou, we zijn aanwezig in de wijk voor de veiligheid. Hè. We willen opsporen, boeven vangen. We zijn aanspreekpunt, mensen die informatie kwijt willen. Allemaal dat soort zaken zijn de wijkagenten heel druk mee. Ja. Wat voor problemen spelen er meestal? Nou ja, je kunt denken aan bepaalde jeugdoverlast. Wat van overlast gevend ook wel overgaat in crimineel gedrag, strafbare feiten. Nou, dan komt de politie zeker om de hoek kijken. En zeker ook in samenwerking met de gemeente en jeugdzorg. Allerlei instanties. Om dat soort zaken aan te pakken. Woninginbraken, waar wij stevig op inzetten. Nou, drugscriminaliteit hebben we ook mee te maken. Op allerlei gebieden zijn ze doende. Marco Royen is al jaren wijkagent in Brunsum Noord. Hij weet als geen ander wat er speelt in zijn wijk. Ik zit er meer in het sociaal domein. Dus mensen die met verslavingsproblematieken, alcohol, drugs. Ouderen met eenzaamheid, regelmatig overlast van grotere groepen jeugd bij Klaver 4 en omgeving. Dat is in deze coronatijd natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Plus het feit dat Brunsum Noord en Rozengaard, dat zijn eigenlijk wel de wijken waar eigenlijk een heel gemêleerd gezelschap woont van heel rijk tot heel arm. Dus ook dat geeft links en rechts ook wel wat spanning. De bevindingen van de wijkagenten worden besproken en geëvalueerd. Zo nodig wordt de ondersteuning opgeschaald. Nou, de wijkagenten die halen de informatie uit de wijk op. Die detecteren of er sprake is van veiligheidsproblematiek. Dat wordt besproken in de wekelijkse operationele vergadering. En dat neem ik mee naar het leidingteam. En daar maken we keuzes over waar we de capaciteit op inzetten. Dus wij wegen wel goed af waar we de capaciteit op welk punt inzetten. Een wijkagent moet natuurlijk zichtbaar en aanspreekbaar zijn, zoals hier, gewoon bij de viskraam. Het winkelcentrum in Noord is op een aantal punten beoordeeld en heeft een veiligheidskeurmerk. Is het netjes? Heb je voldoende faciliteiten? Maar ook, is het veilig, weet je wel. We hebben hier 4 sterren in het winkelcentrum. Dat is dus een soort kwaliteitskenmerk waarbij die 4e ster voor dit winkelcentrum vrij uniek is, want is het op zich het kleinste winkelcentrum van Nederland met 4 sterren. Daar kun je er wel van uitgaan dat eigenlijk alle faciliteiten die je nodig hebt, die zijn er. Plus dat het schoon en veilig is. En dat willen we dan natuurlijk ook in de toekomst graag zo houden. Ron Lommen is nu in Brunsum. Hij gaat met behulp van zijn collega aan de slag in Treebeek. Ik leer de wijk vooral kennen dankzij Marco hier, oud-gediende. Daar kan ik me alle vragen terecht en die hebben een goede weg. En het is niet dat ik hier ver ben. Ik heb natuurlijk ook gewoon politiewerk verricht, dus de wijk is in deze niet onbekend. Dus het gaat allemaal een beetje vanzelf. Je hebt op deze functie gesolliciteerd. Betekent dat je een heel ander soort werk doet dan wat je eerst hebt gedaan? Ja, dat wel. Ja. Ik heb hiervoor wel een ander soort werk gedaan. Ja. En waarom wilde je dit gaan doen? Nieuwe uitdaging. Iets nieuws. Ik moet zelf een beetje de schoen erin houden. Treebeek is een mooie wijk, toch? Het is een hartstikke mooie wijk, zeker weten. En daar gaan jullie nu heen? Genoeg te doen, daar gaan we nu heen. Oké, succes. Joep.